Yo mensen van Whatever Gamers, Milan hier, ik ben hier samen met Carlo en wij gaan vandaag een beetje exploren in Ark. Ik heb net even een nieuwe PTE getamed, want in de vorige aflevering was die van mij doodgegaan door deze twee mooie raptors die we nu hebben getamed. En Carlo, we gaan even kijken of we het kristal kunnen vinden voor jou, want ik heb al een spijkles, maar jij nog niet. Precies. Heb jij al wat eten bij? En, ja, 8, dus laten we nog maar even kijken of we wat meer kunnen fixen nog. Oké, ik heb er nu 16, dus zit hier nog wel iets in, geloof ik? Of niet? Oké. Dus we gaan nog even snel wat eten verzamelen. Er zit wel genoeg meat in, maar we hebben nog niet genoeg gekookt meat. Welke kant willen we op? We willen een beetje inwaarts of niet? Ik denk het wel, ja, maar... Kies jij maar. Ja, we kunnen naar die kant, want dat lijkt me ook wel leuk om te exploren daar zo. Maar ik weet niet, wil jij dat? Ja, is goed. Ja. Alleen ga even de naam van mijn dingen veranderen. Oh ja, want hij nu... Nu niet meer. Oké. Ik zeg deze kant op. Ik volg jou wel. Ik ben wel heel zwaar. Wat heb ik dat... Oké, ik kan het wel droppen. Dus ik hoop even wat kristal te vinden ofzo. Of een metal node waar we naartoe kunnen gaan voor de metal als we het nodig hebben. Ja, ik kan trouwens niet wachten tot we een kwetsel hebben, jongen. Holy shit, net ik mis die. Zag ik een kwetsel boven onze base vliegen. Echt waar? Oeh. Hij was level 48, maar ja, we hebben nog geen spullen om hem te tamen, eerlijk gezegd. Nee, hè? Nee. Nee. Maar dat moet je toch gewoon met Scorpion doen, gewoon. Die dan opgepakt wordt. Oh, je gaat wordt. Echt old school. Je gaat echt old school. Of niet? Of kan dat niet meer? Is dat genervd? Nee, dat kan. Dat kan zeker, maar... Dat is echt heel old school. Echt? Hoezo? Dat is echt solo kwetselthema. Tja. Oké. Even landen. Hoeveel stemmen heb ik? Oh, waar ben je eigenlijk? Oh, daar. Oh, je vlucht gewoon naast me. Deze map is trouwens best wel sick, hoor. Hey, Carlo, moet je raden? Het wordt weer nacht. Ach, nee. Niet weer, jongen. Elke video die we opnemen gaan we precies starten net voor de nacht. Of net in de nacht. God. Wij zijn echt... Qua timing zijn we echt slecht. Ja. Yeah. Ik zie hier nog geen metal of crystal ofzo. Ik ook niet. Het zijn wel vette bergen hier trouwens. Zeg, moet je rondkijken. Het is echt wel een mooie biome. Wat loopt hier? Oh, wat zijn dat? Oh, dat zijn van die dinootjes ofzo. Kan ik gewoon de drop pakken of zou ik dat niet doen? Nee, ik zou het niet doen. Wow. Waarom niet? Zie je deze guys hier zo rondlopen? Oh, die zien er eng uit. Oh, maar ze hebben wel een fertilized egg. Ik wil die wel stelen, eerlijk gezegd. Waar? Hier zo is een nest onder deze boom. We kunnen dat voor rare bij? Bij? Oh. We kunnen iets proberen. Zeg het eens. Dat ik erop afren en dat jij me heel snel pakt met je PTE. Of een van ons twee leidt die beesten af met de PTE. Ja, maar dan komen ze gelijk op je af, hè? Als je een ei pakt. Nee, maar als... Als je een ei pakt, dan gaan ze gelijk op jou af. Snap ik, maar als ik ze eerst een stukje verderop lok, of doen ze dat niet? Gaan ze niet weg? Ja, dat kan. Ze staan ga ik proberen, ja? Okay. Als jij dan moet je wel met je vogel naartoe vliegen. Ja. Dan moeten ze hier... Ze staan daar vast, of niet? Geen idee. Wacht, ze staan daar vast. Oh, nu niet meer. Ah! Oké, ze komen nu achter jou aan, of niet? Denk het. Ja, ze komen nu achter Holy jou aan. Holy shit. Oké. Ja, oké. Moet je wel een beetje laag... Ja. Je moet een beetje laag vliegen, dat ze je blijven volgen. Je bent toch wel sneller. Alleen, ik word wel flink gehit hier, man. Ik zie het. Schiet op. Hij komt, wegwezen. Ah! Ik heb hem! Level 74! Oeh! Wat kunnen we daar nu mee? Die kunnen we uit laten komen, dan hebben we zo'n beest. Oké, gaan we dat nu doen, of niet? Nee, dat duurt een paar uur. Oh. Dus ik... Okay. Wauw, we hebben zo'n ei. Oh, dit was echt slim om te doen. Nice, man. Oké, maar wat nice. Nu? Ik zeg, we gaan nog even verder zoeken. Oké. Bederft dat ei niet of iets dergelijks? Ja, over 7 dagen, dus. Oh. Dus we maken zo even een preserving bin, doen we het daarin en dan zijn we good to go. Precies. Wauw, nice. Die dingen zijn echt vet om te hebben. Ja, leg hem trouwens alvast in de maag van je beest, hè, want dan gaat hij langer mee. Oh ja, 31 dagen. Oh, maar waarom moet het nou weer nacht worden, Carlo? Echt, hè? We kunnen wel even naar die rode drop. Daar kan wel iets leuks in zitten. Oké. Is rood... wat was de tier volgorde? Ja, rood is het hoogst. Rood is het hoogst, oké. Maar dan moet je toch een bepaald level zijn, ouder zijn. Wel, ja, dat denk ik wel. We zijn al best wel hoog level. Maar dit is echt wel een mooie biome hier zo, hè? Mhm. Zeg dat wel, Jan. Ook al hebben we nog de hel... Nog geen eens 1/3 van de map gezien of zo. Misschien minder zelfs.
M, even kijken. Nee, veel minder. Bij mij is het nog steeds geglitcht. Bij mij zegt hij dat ik overal op ben geweest bijna. Dus ik zeg, we gaan even naar deze rode drop. Maar ik was eigenlijk van plan om even wat crystal te vinden, maar geen idee waar. Ik ben even aan het landen vanwege mijn stamina. Ja, ik ook. Natuurlijk kan ik gewoon opzoeken op internet van, waar is crystal op deze map? Maar dat vind ik minder leuk. Ja, ik ook. Ik vind het zo leuk om alles helemaal zelf uit te vinden. Ook al is dat ja, misschien niet efficiënt, maar hè, boeien. Ja. Hey, mijn beest heeft geen eten. Heb jij extra meat in je beest? Ja. Hey, een kwetsel. Een kwetsel. Kwetsel. Hij is level. Oh, jij hebt een spyglass. Kijk maar even, ja. Oh. 77, dat is hoog. Voor een kwetsel. Is dat zo? Ja, voor een kwetsel is dat best wel hoog. Maar, nee, ja, daar hebben we toch de spullen niet voor. Hierzo. Pak tuurlijk maar wel, breng arrow. En dan pak ik jou op. Ja, maar ik denk niet dat we... Dan moeten we echt wel iets van 250 trank arrows hebben, denk ik. Echt? Oh, laat maar zitten dan. Ja. Kwetsels zijn best wel endgame beesten. Oh, level 70. Ik ben level 68. Shit. Wat level ben ik? Level 68 ook. Oh, hey! Nee, jongen. Dat meen je niet. Ah, dat is pech. Kunnen we niet wat killen of zo en even level uppen? Kunnen we die killen met z'n tweeën met pijlenboog? Ah. Ik ben te zwaar voor dit. Oh, en de drop is weg. Oh, dat is jammer. Oké, okay, laat maar zitten dan. Oké, okay, dan drop ik al dit hout weer. Oké, okay, waar gaan we nu heen? Nog steeds crystals even zoeken? Ja, lijkt me een goed plan. 1 hour later. Hey, anders gaan we terug, man. Doen we het volgende keer. We hebben een ei in ieder geval. Ik noem dat victory genoeg. Victory. Ik weet alleen niet waar je bent en waar we heen moeten. Oh, dus waar ben jij? Ik ben hier beneden. Ja, goeie. Oké, waar je die valley zag, daar bij dat water ga ik nu naartoe. Daar ben ik ook in de buurt bijna. Dat was wordt weer dag hier. Of lijkt dat maar zo? Nee, het is gewoon lichter hier zo. Ja, het is lichter hier, want het is nog maar 00:30. Oh. Ik ben ook bij die valley nu. Oh, ik zie je boven me. Ja. Ik vloog een beetje deze kant op, want ik zag hier ook nog wel iets wat veelbelovend kon zijn. Maar misschien kan ik het fout hebben. Hoeveel gewicht heeft jouw beest? 160 maar. Ah, oké. Okay. En hoeveel heb je bij? Best wel veel. Ik heb dat ei. Dat ei is al... Oh nee, weegt maar 6. Ik heb best wel veel meat. Maar... Ja. Mijn stamina is bijna op, dus ik moet even landen. Ja. Waarom stoppen ze niet gewoon een paar crystals op deze dingen? Echt, hè? Een paar. Gewoon 3 stuks of zo, weet je wel. Dan heb je in ieder geval voor de essentiële dingen crystals. Ja. Nou ja. Het is chill dat ik die spikeless heb gevonden in een supply drop, hoor. Maar ik wil toch best wel weten waar de crystals zitten. We hebben in ieder geval een beetje geëxplored deze aflevering. Ja, zeker. Dus dat is niet verkeerd. Want als je onze basis gewoon terug wil vinden, dan moet je gewoon deze rivier die ze volgen. Ja, ja, precies. Dat dacht ik inderdaad al. Dus we vliegen nog een beetje hier zo overheen. Wat? Er lopen hier mammoths? Oké. Okay. Nice. Maar die zijn toch uitgestorven, hè? Oh. Is dit allemaal metal? Of wat is dit? Ziet dit is allemaal metal, denk ik. Wow. Het ziet er wel net wat anders uit, maar ik ga het eens hakken, kijken wat er gebeurt. Ja, metal. Wow. Wow, dit zit er best wel dichtbij. Moet je dat met een pickaxe hakken? Ja, laat maar. Wow, dat zit best wel dichtbij, man. Zit er wel een stone in, of hoort dat? Ja, dat hoort, hè? Ja, dat hoort. En gewoon... Oh, shit. Milan, help. Wat? Wat is er? Ik zit vast. Ik kan niet weg. Waar zit je vast? Help. Wow. Oh, nee. Oh, door de hyena's? Hé, hey, ik ga rennen, man. Beter pak je... Ja. Ik pakte per ongeluk een hyena op. Hoep! Een hyena? Oké. We zijn echt veel te zwaar. Oh my god. Ik ben echt bijna dood. Oké, beter rent deze hyena ook even van de berg af. Top. Ik heb al mijn metal in mijn inventory. Moet ik het er droppen of niet? Ja, ik kan niet vliegen. Wacht, kan je nu vliegen? Nee, oké, kan je nu vliegen? Kun je nu vliegen? Nu heb ik al mijn metal gedropt. Ja, net. Oh. Oké, daar ging weer een PTE. Oh, nice. Oh, fuck. Oh, hier loopt gewoon een hyena en die rent nu van ons weg. Oh. Shit, hyena's, jongen. Die zijn met zoveel? Oh, daarom kon je ook niet wegvliegen, denk ik.
Ik denk het ook niet, nee. Oké. Okay. Nou ja, laten we teruggaan. Kijk uit dat je hem in de boom laat hangen, hè? Oh ja, ja. Ik zou je eens even in een boom laten hangen. Weet het mensen nu waar metal zit? Ja, alleen klopt. Je hebt het ei nog, toch? Want dat is de vangst van vandaag. Ja, ik heb het ei. Anders, als we nou een beetje naar links gaan bij het strand, kan je hem gewoon droppen. Dan, Oh ja, ik wou zeggen, ik kan vanaf hier ook wel rennen, hoor. Kijk, ga jij maar vliegen. Nee, joh, ik ren wel, joh. Komt goed. Nee, ik ben al aan het rennen. Ik ook. Nee, ik. Nee, ik. Ik ben al aan het rennen. Ik ben niet meer bij de PT. Ik ook niet. Verdomme. Oh. Ik ben thuis. Ik denk dat ik te ver ben gaan lopen. Ik denk het ook. Ik was ook te ver gevlogen. Je hebt gewoon het water gevolgd, toch? Ja. Daarom dacht ik, het kan bijna niet missen. Ik heb ook een crossbow voor jou gemaakt, Carlo. Oh, nice. Als je thuis komt. Maar ik ben er. Oh, nice. Waar ben je? Waar ben je? Carlo? Oh, daar ben je. Hallo, Carlo. Hallo, Milan. Nou, hey, ik zou zeggen, dat was ze meer of niet? Ja, ik maak even nog een snel een preserving bin voor dat ei. Want anders is het gespoild volgende keer. Goed idee. Preserving. Dat is wel belangrijk. Wacht. Preserving bin? Ja, oké. Okay. Preserving bin. Ik schreef het fout. Stone, thatch en wood. Oké. Okay. Wat stone. Preserving bin. En dan pleur ik hem even gewoon snel hierin. Zo. Dan hebben we een mooie. Wacht, waar is mijn PT op het dak? Zal ik weer eens niet? Ja, dan zet ik hem altijd. Dan hebben we een mooie Dinoontjes egg. Van level 75? Wat was het nou? 74. Oh, oké. Okay. Nice. Dan gooi ik deze even snel vol. Op wat tegen. Hoeveel weeg jij met je standaard loot? Met mijn standaard loot weeg ik... Wacht, ik heb mijn standaard loot niet. Met mijn standaard loot weeg ik... 64. Oh, nice. Ik 63. Oh, nice. Oké, okay. Nou mensen, als jullie deze video leuk vonden, geef dan even een thumbs up, subscribe of whatever gamers. En dan zien we jullie bij de volgende aflevering weer. Houdoe! Later!